Bij mij werd diabetes geconstateerd nadat ik mezelf heel erg slecht voelde. Ik was heel suf en ik zag heel erg slecht op een gegeven moment. Dus toen ben ik maar eens naar de huisarts gegaan en ik dacht eigenlijk dat ik last had van een vergiftiging. Achteraf bleek dat het gewoon diabetes type 2 was. En kreeg ik daar medicatie voor, een hele berg pillen. Vervolgens ben ik op internet gaan zoeken hoe daarmee om te gaan. En kwam ik uiteindelijk bij de Facebookgroep uit, diabetes doorbreken. Daarmee ga je eigenlijk de koolhydraten en suikers zoveel mogelijk mijden uit je leven. Ja, dat heeft me heel erg geholpen. Sinds ik dat aan het doen ben, ben ik minder medicijnen gaan gebruiken. Ik ben in 4 maanden tijd 17 kilo afgevallen. En ik voel me eigen fitter en beter als in jaren. De Facebookgroep Diabetes type 2 doorbreken heeft mij eigenlijk heel erg geholpen, omdat je dingen samen doet met andere mensen. Je hebt niet het gevoel dat je het alleen aan het doen bent. Je leest ook ervaringen van andere mensen. Je ziet adviezen van artsen ook. En ja, vooral Wim ook, is een duidelijk voorbeeld van hoe het kan als je het goed doet. En ja, dat is een echte motivatie voor mij om er zelf mee aan de gang te gaan en om daarmee ook mezelf beter te voelen. En het werkt.